Nou mensen, we pakken hem weer op. En die vorige moet ik ook in tweeën knippen. En Marco Robinson, professor dokter, was erg leuk bezig over de katholieke kerk. Over de paus en zo. Kom maar op. Het woord is en aan jou. Ik hou de tijd in de gaten, baby. En lul de tijd vol. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik het wel prettiger vind nu we meer pauzes hebben. Uh-huh. In de katholieke kerk. Uh-huh. Want vroeger hadden we maar één keer pauze en nu hebben we er twee. Het is vooruitgang, ja. Dat is wel een vooruitgang. Scheelt een hoop werk. In wat voor zin dan? Nou, omdat we meer pauze hebben. Ja, dat hun een deeltijdbaan hebben. Nou, de ene zit in een klooster ergens achter de geraniums. Uh-huh. Een beetje emeritus te wezen. Ja, dat is in het Vaticaanstad, toch? Hij zit nou toch in het Vaticaanstad? Ja, maar dan zit hij achter de achter de muren, ja, net als de eerste beste snol. Ja. Nee, niet ja, zit hij nou achter? Nee, dood of gladiolen of hij zit achter... Waar zitten oude mensen nou achter? Welke bloemen? Geraniums. Geraniums, ja, dat was het. Dus de ene zit achter de geraniums. Mm-hmm. En de ander die doet net alsof die... door God gezonden is om de mensen en de dieren te zegenen. Ik moet zeggen, die paus daarvoor, die kon tenminste nog een beetje, die kon tenminste nog zeggen van bedankt voor die bloemen. Benedictus de 16e was het toch? Zal ik het even opzoeken? Nee, niet Benedictus de 16e, die paus daarvoor. Dat was Johannes Paulus de 2e. Ja, die kon tenminste nog gewoon zeggen bedankt voor die bloemen. Ja, bij de Urbi et Orbi, ja. En ik bedoel, dat was niet eens een Argentijn. En de huidige paus Franciscus is een Argentijn. Mm-hmm. Nou, we weten dat Argentijnen gewoon Nederlands kunnen spreken. Kijk maar naar Maxima. En die Franciscus kan dus nog niet eens gewoon zeggen bedankt voor die bloemen. En maar wacht, nou, even, nu moet ik interrumperen, want je mag niet jokken. Je lijkt wel een Turk, man. Ja, Maxima die heeft op de Nederlandse tv gezegd dat haar man een beetje dom is. En dat is niet Nederlands. Dat je en plein publiek gaat lopen klagen over de man die je zelf hebt uitgekozen. Nee, of is ze uitgehuwelijkd of zo? Ja, natuurlijk is ze uitgehuwelijkd. Oh, en daarom, maar dan nog zegt Spreuken 15 vers 1. Kijk, een zachtmoedig antwoord, dat vermindert grimmigheid. Maar ik zou het niet leuk vinden als mijn vrouw op de Nederlandse tv zegt dat ik een beetje dom ben. Nee, ik krijg er nog wat een keertje terug. Zou wat? Ik denken als ik de koning van Nederland was. Ik krijg er nog wat terug. Wie? Jij zeggen dat ik dom ben, terwijl jij blond bent. Haha. Dat komt nog wel een keertje goed. Ja, dus wel één van haar kinderen is net zo scheel als Marijke die niet kon kijken. En daarna heette ze Christine en dan kon ze niet zien. Ja, precies. Om het maar eventjes zo vrolijk mogelijk. Wat is er eentje? Dat is best zielig, vind ik dat. Maar de meisje is niet helemaal oké, hoor. Nee, maar als je zoiets hebt en iedereen gaat die school naar jou noemen omdat je een handicap hebt. Ja, dat is ook een mooie. Ja, dat is nog niet tof. En trouwens, tegen de meisje mocht ze luisteren. Toen ik geboren werd, had ik ook hele rare ogen. Ja. Toen ben ik geopereerd en het is niet verbeterd. Nee, dat is niet verbeterd, nee. Want is nog steeds daarom heb je nog steeds die zempotjes voor je... Ja, en zie ik dubbel. Ook nog? Ja, het is me goed dat de Rijksdiensten van de Wingerste wachtregistratie voor het autoverkeer... Maar dan krijg je wel twee keer zoveel uit het lijf, hè? Dat weet ik nog, hè. Dat toen ik rijexamen moest doen, dan was ik 28 voor de zoveelste keer. En dan was de eerste truc, de eerste oefening, was lees het nummerbord af. Dat ging dus voor geen meter dus. Dat was het onderdeel waar ik mij het meeste zorgen over maakte. Ah. En ik had ze nog niet verteld dat ik twee nummerborden zag. Maar je zag ze wel scherp. Scherp genoeg om het correcte antwoord te geven. Ja. Om in ieder geval de cijfers en de letters. Alleen, die zei ze niet van, ja, maar het ene nummerbord dat staat op... Nee man, ik moest mijn rijbewijs. Dat was in die tijd dat ik dus het zoveelste gebod overtrad. Dat zegt de liefde voor het geld, dat is de bron van alle kwaad. Maar ik wilde gewoon geld verdienen.
Nee, maar dat is niet de bron van alle kwaad. Want de bron van alle kwaad is religie, dus... Maar ja, dat is mijn persoonlijke opvatting, dus... Ja, de bron van alle kwaad is de ontkenning dat geld, de liefde voor het geld, de bron van alle kwaad is. Nee. Nou, dat dicteert het geloof. Ja, je moet duidelijk onderscheid maken tussen wetenschap en geloof. Ja, nee, maar kijk, het geloof blijft ontkennen natuurlijk dat het geloof de bron van alle kwaad is. Ik vind het heel normaal dat het geloof dat blijft ontkennen. Ik bedoel, als ik priester was, en ik zou ervan afhankelijk zijn dat mensen geloven in een God, zodat zij mij betalen. Heb je het over de liefde voor het geld. Dus je was een priester met liefde voor het geld. Ja, volgens de Bijbel ben je dan... Oh, sorry, ik had het niet mogen zeggen. Maar volgens het boek ben je dan fokt. Ja, volgens het boek ben je dan fokt. Hoezo? Omdat de liefde voor geld de bron is van al het kwade. Oké, maar als het liefde voor het geld niet zou bestaan, dan zouden er misschien ook geen priesters bestaan die leugens vertellen om geld te verdienen. Over een Sinterklaas... Even terug. Nee, wat zeg je nu? Dat is logisch heel interessant wat je zegt. Als de liefde voor het geld niet zou bestaan, dan zouden er ook geen priesters zijn. Dan zouden er ook... Als de liefde voor het geld niet zou bestaan, zouden er geen priesters zijn. Ja. Want die moeten ook eten. Ja. Ik bedoel, en het maakt niet eens uit welke god ze dan verkondigen. Ja. Maar ze moeten gewoon eten. Ja, precies. En ze zullen dus altijd bij hun geloof blijven. Want dat is wat ze te eten geeft. Op het moment dat zij zeggen van, ja, maar sorry mensen. Ik heb jullie de hele tijd voor het lapje zitten houden. Want het enige wat ik wil is gewoon eten. En daarom zit ik jullie verhaaltjes over Sinterklaas te vertellen. Mm-hmm. En jullie slikken dat als zoete koek. Dus... dan heb ik in ieder geval te eten vandaag. Kom, offer aan mijn God, zodat ik te eten heb. Mm-hmm. Zo werkt dat toch? Ja, en dat zag ik ook een keer, een tijdje terug. Ik weet niet waarom, misschien was ik wel heel erg laat uit een kroeg. Dat zou best kunnen. Oh, dat heb je wel eens. Ja, heb je wel eens. En toen kwam er een vuilniswagen langs. En een man die stond dus op de linker tree. En zijn kleine zoontje stond op de rechter tree. Die was echt nog maar 14 of zo, hè. Ja, en dan gingen ze samen vuilniszakken in die vuilniswagen gooien. En dan weer opstappen, hè. En dan de volgende, ja. Stoer, man. Ja. Was dat liefde voor geld? Kun je dat ook af? Nee, kun je dat zeker niet af. Die mensen doen goed werk. Lijkt me ook. Die ruimen de rotzooi van de straat af. Ja. En ook van, hé, papa... Doe je dat voor je geld? Ja. Oh, nou ja. Dat is ook, ik ga er niet dood aan, dus... Nee. Kan ik er maar beter geld mee verdienen. Ja. Simpel, toch? En een priester, tenminste de priesters die ik ken, die vragen hooguit... Want er zijn er heel veel die vragen nergens om. Heb ik jou verteld van die bouwvakker? Die gaat overdag gewoon bouwvakken. En dat is zijn geld. En voor de rest is hij dan... priester, bijbelvoorlezer van geachte goede gemeente. Ik ga een beetje zoals ze dat in de Indiaanse gemeenschap hebben met de pandiet. Hmm. Een pandiet is in feite een geestelijke, alleen een pandiet moet een beroep hebben. Hij mag niet van zijn prediken leven. Hmm. Hij moet timmerman zijn of een winkeltje hebben of wat dan ook. Maar hij moet een beroep hebben, buiten zijn geestelijke status. Ja, yep. Dat vinden wij, dus de christenen, precies zo. Oh ja? Ja. Yep. Dus een dominee moet ook een smid zijn, of een moet ook zijn handenveld maken. Ja, in ieder geval moet hij ook zijn handenveld maken. Hij... Wat is dat nou voor onzin? Ik ken een dominee en die man heeft zijn hele leven gewerkt voor de katholieke kerk. Die heeft afscheid genomen van zijn pensioen. Die is gewoon zo arm als een mieren naar Amerika gegaan. Zijn vrouw meegenomen. Hij heeft nog kinderen ook, denk ik. Hmm. Ja, er moet iets komen voor die man, want een uitkering krijgt hij niet. Dus er zijn natuurlijk wel grensgevallen.
er zijn altijd grensgevallen en het mooie is dat zo'n priester kan altijd terugvallen op zijn verhaaltjes. Nou, hij kan niet terugvallen op zijn verhaal. Nee. Hij laat toetrekken met zijn... I strongly object, my honor. Je hebt iedere dag iets nodig van toiletpapier, minimaal. Schoon water moet je hebben. Gewoon de minimale dingen. Anders gaat je lichaam kapot. Ja, nee, maar... Denk je dat in Auschwitz dat iedereen terugkwam als de eerste beste Arnold Schwarzenegger? Maar van die hele grote, grote van die borstspieren. Maar denk jij dat als ik dat niet heb en ik ga met een naar een kerk, kom ik binnen en ik koop daar een kaarsje en ik steek hem aan, dat ik het dan wel heb? Nee, dat zeg ik niet, want een kerk, bedoel jij mee, een katholieke kerk, en ik heb je al uitgelegd dat de katholieke kerk, dat is geen kerk. De katholieke kerk is een politieke organisatie die zich verbonden heeft met alle corporations en de maffia. En geen enkel... En drugsdealen vinden ze helemaal niet erg, en kleine kinderen neuken, ja. Als je van die psychopaten nodig hebt om als gorilla's voor jou te werken, geef ze een paar kleine kinderen. En wij staan die kinderen vrijwillig af door ze te dumpen in kindertehuizen en achteraf gaan we lopen janken. Maar nou, ze hebben mijn kind geneukt. Ja, dan denk ik van ja, waar vroeg je om? En dat doen protestanten niet. Ik heb het niet over protestanten. Nee. Sorry, maar... als ik het heb over macht die... nergens vandaan komt, zonder enige werkelijke autoriteit, een bestaande autoriteit die na te wijzen is, dan heb je het begin van machtsmisbruik. En als je dat zegt, dat gebeurt bij katholieken, ja. En als je zegt, dat gebeurt bij gereformeerden, ja. En als je zegt, dat gebeurt bij hervormden, ja. En als je zegt, dat bij de Pinkstergemeenschap gebeurt, ja. Allemaal machtsmisbruik. Ik heb het bij de Pinkstergemeente niet meegemaakt. Nou, ik wel. En ik ben niet eens bij... Ben jij bij de Pinkstergemeente geweest? Nee. Nou dan, hoe kan je dan zeggen dat jij dat wel hebt meegemaakt als je niet bij de Pinkstergemeente bent geweest? Laten we logisch begrijpbaar blijven. Deze uitzending moet begrijpelijk zijn voor mensen van 8 jaar en ouder. Omdat ze mijn buren zijn geweest. Oh, wat hebben ze je aangedaan? Helemaal niks. Wat heb je dan aan misbruik gezien? Nou, ze zijn net zo hypocriet als alle andere. Noem een concreet voorbeeld. Liefst met ongeveer een jaartal erbij en wat voor een seizoen het was. Was het in de lente, zomer of weet je dat niet? Was het in de zomer? Het was in de zomer en welk jaar was het ongeveer? En wat gebeurde er toen? 1988 denk ik. Oh, dat is lang geleden, ja. En toen zat ik in Sonsbeek Park, dus het moet zomer zijn geweest. En toen hadden zij zo'n dag van, gingen zij mensen bekeren. Dus wat gebeurt dan? Op een gegeven moment komt er een meisje bij me zitten en die wil mij gaan bekeren. Binnen 5 minuten komt de gast die dat allemaal geïnitieerd heeft van... Nee, je moet niet bij hem zitten, want hij is van een hele andere orde en dat is een speciale... Oftewel, hij was bang dat ik haar zou overtuigen van het feit... En zelfs ik kan jou niet overtuigen. Wat heeft zo'n meisje dan tegen je? Ik kom tegen jou aanmeppen met de filosofen, gewoon alles wat er geschreven is. En jij zegt, jij blijft gewoon bij het feit dat alles, elke zin die voorgekomen is in een boek, is niet waar. Nou ja, het is altijd voor meerdere interpretaties... Zo vat ik het even samen. Vatbaar. Nee, altijd voor meerdere interpretaties vatbaar. Allemaal heel erg flexibel, En zeker als je het uit de context haalt. Dat lukt jou behoorlijk goed. Want we hebben het gehad over de uitspraak, een zachtmoedig woord. Een zachtmoedig antwoord, mag je ook zeggen, hè? Dat helpt. Terwijl een krenkend woord, dat maakt het erger. Daarvan heb jij gezegd, wat een bullcrap! Ja, is het ook. Want het is namelijk... Je moet het allemaal binnen de context plaatsen. Als het geen context heeft, dan kun je zeggen wat je wil, anders is het bullshit. Het heeft pas waarde als het binnen een context past. Als het dus ik kom van A, en ik moet naar B, en in die tussentijd ben ik even aan het lullen om van A naar B te komen.
Wat? Nee, ik hoorde je niet goed. Nee, even door. Even herhalen. Pak hem maar op waar je begon. Nou, je begint bij A en je moet naar B. Ja. En in de tussentijd moet je een paar mensen tegenkomen om van A naar B te komen. Ja, en dan moet je aan die mensen moet je hele specifieke dingen vragen. Oh, wat voor een... is het een game of zo? Ja, zoiets. Ja, ook een game. Oké, je moet specifieke dingen vragen. En alleen als je die specifieke dingen vraagt, heb je een mogelijkheid om naar B te komen. Aha. En er is geen shortcut. Dus je kunt niet zeggen van, ik kan gewoon rechtdoor. Ik ga gewoon rechtdoor van A naar B, klaar. Mm-hmm. Nee, is er niet. Maar je moet dus al die dingen in hun context zien. Het punt is wel, waar ik aan refereer, is het gaat over jouw rol. Er wordt jouw jou wordt een vraag gesteld. En ik speel toch geen rol, man. Ik ben gewoon mezelf. Maar stel, je bent geluidstechnicus. Hè? Oh ja, dan kruip ik even in een rol. Ja, kruip je even in een rol. Ja, oké. En ik ben er alweer uitgekropen. Nou wel. Ja, je hebt een korte spanningsboog, hè? Ja, hele korte. Ik kan jou gratis speed laten bezorgen, trouwens. Oh nee, ik heb nog een voorraadje thuis, dus geen probleem. Mooi zo. Is een ketter tempo. Jij bent geluidsman. En je bent als technicus verantwoordelijk voor de voorstelling. Zo wil ik het eigenlijk hebben. Oh, kijk, dat is een heel ander verhaal. Ja. Jij moet eigenlijk alles regelen. Ja, nee. Geluid en licht en speciale effecten. Ja? En wat zegt de regisseur? Oh, actie. Ja, dat bedoel je. Nee, voor die tijd. Ja. Je bent bezig, want je weet dat een toneelvoorstelling die begint om... Hoe laat begint die? 7:15 of zo? Nou, meestal 8:30. 8:30. Ja, kwart over acht, 8:30. En hoe laat begin je? Hangt er een beetje vanaf of er een reclamevoorstelling voor zit of niet. Ja. Hoe laat begin je dan? Het is een zware voorstelling, hè? Met een vet lichtplan. Helemaal uitgetekend. Hoe laat begin je dan? 6:15 of zo? Nou, nee joh. Hoe laat? Een zware? Nou, beginnen we om 10:00 AM. Precies. En dan zijn we om 5:00 klaar met het opbouwen. Mm-hmm. En dan en dan gaan we even eten. Mm-hmm. Ja, tussen 5:00 AM en 6:00. Mm. En dan gaat om 6:00 gaat de technicus van de voorstelling nog even wat lichtstandjes in programmeren. Mm-hmm. En dan zijn we om 8:30 klaar. Of 7:15. Kan het publiek binnenlopen. Mm-hmm. En gaan we die banaan. Nou is mijn vraag, hè? Jij bent, jij regelt het allemaal, hè? Geluid en lichten. En je hebt een assistent, want je kan niet alles tegelijkertijd doen. Er moeten ook kabels uitgerold worden, alles moet afgepakt worden. Moet allemaal gebeuren, oh man, hou op. Nee. Krijg er nu alweer een stijve rug van. Oh, ik dacht een stijve pik, maar goed, jammer. Nee, dat dit was een opmerking in jouw vocabulaire. Ja, nee, hoezo? Nou, nu komt de vraag. Hè? Er komt dus alsof ik de hele tijd lichaamsdelen in mijn mond neem. Kom zeg. Ik vind het zelf fuck a mol. Dus een stijve pik betekent voor mij niks. Maar, ik zei stijve rug. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja. Dan buig je niet goed, man. Dat weet ik. Oké. Okay. Maar ik heb de vraag komt er nog aan. Jouw assistent komt naar jou toe. En die heeft dus dat A4'tje bij zich met al die lampen en al die kleuren. Maar die staan verkeerd om. Ja? Oh, een spiegel. Alles wat rechts had moeten hangen, hangt links. Alles wat links had moeten hangen, hing rechts. Want je hebt toneel links en toneel rechts, weet je nog? Ja, dat weet ik. En als je op toneel staat, is het andersom, ja? Dan zeg ik van, is maar goed. Dat zoiets bestaat als symmetrie. Mm. Ja, want dan hoef je alleen een paar dingetjes om te draaien. Laat de lampen maar hangen, weet je wel. Het was een asymmetrische belichting, idioot. Met een echte, puntbelichting, snap je wel. En jij moest je druk maken, omdat die mengtafel, er waren problemen mee. Er moest iemand langskomen. En die assistent die vraagt aan jou, is het zo goed? En jij ziet dat alles verkeerd omhangt. Er zijn twee oplossingen.
Eerste oplossing. Had ze nou geschreven? Ja. De eerste oplossing is, eerste oplossing is, je gaat naar de regisseur toe en je zegt, kan je alle mise-en-scènes eventjes stereo verwisselen? Ja? Ja, kan. Ja, dat is optie, maar dat gaat hij niet doen. Nee, precies. Nee, en hoe? Nee. Ik weet genoeg van regisseurs dat ze dat niet gaan doen. Mm-hmm. Ja, want die zijn eigenwijs, die gasten. Ja, lijkt me wel, ja. Ze hebben de hele tijd geoefend over links en rechts, over het beeld wat het publiek moet zien. Natuurlijk. En denk je niet van de achterkant naar de dia kijkt. Ja, maar ik bedoel... Snap je wat ik bedoel? Je bent er nog steeds bij mij, hè? En de vraag van je assistent is het zo goed? Jij ziet... Nee, dan zeg ik van, op zich is het goed, alleen het is precies verkeerd om. Dus kun je even alles weer zo hangen zoals het moet. Dus gewoon alles wat je nu hebt ingehangen, in spiegelbeeld graag. Klaar. Waarom zeg je niet, en dan onthoud... Nee, maar dan zegt hij van, maar daar heb ik nog maar anderhalf uur voor. Dus dat kan ik niet van elkaar krijgen. En dan ga ik nog een keertje naar de regisseur. En dan zeg ik van, sorry, je hebt gelijk. We hebben het helemaal verkeerd om ingehangen. En je kunt het niet van je spelers vragen om het stuk andersom te spelen. Maar het is gewoon zoals het is. En we gaan dat niet voor elkaar krijgen binnen anderhalf uur. En het publiek staat te wachten. Dus nou is de keuze aan jou, regisseur. Wat ga je doen? Terug te keren naar mijn vraag. Nou, dat was jouw vraag. Nee, hey, nog niet beantwoord. Want ik heb nog niet gevraagd wat jouw keuze was. Ik zeg dat je twee keuzes hebt. Dat is afhankelijk van de tijd die ik heb. Als er tijd genoeg is om het allemaal om te hangen, dan wordt het allemaal omgehangen. En als die tijd er niet is, dan zeg ik tegen de regisseur, sorry, maar het hangt zo. Volgens mij lijkt het toch makkelijker als jij je ideeën ook even omdraait. En het gewoon het hele stuk in spiegelbeeld. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet, want die regisseur heeft 20 acteurs of zo. Ja, dat kan. En die kan in anderhalf uur wel wat jij niet kan met een assistent om al die lampen om te hangen. Nee. Jij gaat gewoon lopen zeuren bij de regisseur. Ja. Nee, ik zeg gewoon, hé meneer de regisseur, of bij de spelers. Nou jongens, alles hangt verkeerd om. Ja. Dus, we hebben ook op de vloer al die stickertjes geplakt waar iedereen moet staan. Precies. En die moeten ook eventjes omgewisseld worden natuurlijk. Want of neem jij de rol van de regisseur over? Dat je zegt van laat die stickertjes maar zitten, maak er maar wat van, want mijn assistent heeft alles verkloot. Nee, dan zeg ik tegen die spelers, want dan zorg ik er wel voor dat alles hangt verkeerd om. Oh. Dus de stickertjes moeten ook verkeerd om. Ja. Dus dan zeggen ze van, dat plekje waar je staat, dat is niet aan die kant van het toneel vandaag, maar aan die kant. En dat heb ik vaker gedaan. Ja. Gewoon ook echt van omdat ik in een theater geen andere oplossing kon vinden. Aha. En van hier kan ik op links geen plekje maken en op rechts wel. Aha. Nou, dan gaat het plekje naar rechts. Oké. En dan leg ik de acteurs uit van dit is dat plekje op rechts. Aha. Waar jij in je solo licht staat. Maar dat is nu op links. Ja. En dat is geen probleem. Precies. En je hebt dat virtuele universum, is er ook een professor, Dr. Mark Robinson. En er zijn er wel meer. Ja, en die is overtuigd anti het boek waar we van de naam niet uitnoemen. Nee, nu mag ik uitpraten. En die is er ook. En die assistent komt naar hem toe. En die vraagt aan hem, hè, van is het zo goed? En die Mark Robinson, die loopt naar het toneel toe. En die ziet in één keer dat alles verkeerd omhangt, omdat zijn assistent alles vanuit het toneel bekeken had en niet vanuit de zaal. Ja? En die zegt dan als eerste, jij stomme kutassistent, wat moet ik ermee? Oh, nee. Dat is niet, dat ben ik in ieder geval niet, als een andere Marco Robinson in een ander universum. Ja. Want ik ken natuurlijk ook een andere Marco Robinson in een ander universum, waar meneer Marco Robinson gewoon de pauze is. Het vraagt mij erom, welke Marco Robinson heeft de meeste overlevingskansen in het theater gebeuren als hoofd van geluid en licht? Uh,
Ja, want jouw assistent, als je hem zo uitscheldt, kan hij ook zeggen, fuck you, ik ga naar de snackbar, ik koop een waterfiets met frikandel en ik ga vanavond een filmpje kijken met mijn vriendin en je bekijkt het maar. Nou, prima. Hartstikke goed. Goed, en hoe sta je er dan voor? Nou, dan moet je naar de regisseur gaan, dan moet je zeggen, mijn assistent heeft alles verkeerd om ingehangen, maar die is inmiddels weg. Ja, precies. Dat is dus het hele verhaal. Ja, ja. En dan is het ook voor de regisseur zoiets van, ja, ik kan er verder, ik heb geen tijd meer om het op te lossen, dus we moeten het er maar mee doen. Want mijn assistent is weggelopen, maar als je tegen je assistent gewoon zegt van, jongen, er is iets misgegaan, we moeten als een sodemieter die lampen omdraaien. Kan je nog misschien een vriendje bellen? Want alles moet om. En dan pak je gewoon een ladder erbij. En dan zeg je, kom op, ik help wel een beetje. En onderwijl ga je naar de regisseur toe. En dan zeg je van, kom, we lassen eventjes. Of je gaat naar de zaaleigenaar toe. En dan komt er gewoon een bord te hangen. En dan tien minuten later begint de voorstelling. En dan 10 minuten voor de voorstelling, ja. Kom op, alles omhangen, man. Ik heb het wel eens gedaan, maar dat was dan meer dankzij de symmetrie. Het punt is, als je mensen, als je je team persoonlijk gaat lopen afzeiken, kweek je geen team. En er gaan, gaan altijd dingen fout en dan raak je helemaal gestrest van en wauw. En mensen komen je dingen vragen en je denkt, oh, dat is de verkeerde vraag. Ja, een zachtmoedig antwoord, dat vermindert de ellende. Als je er tegenin gaat, krijg je meer ellende. Dus je hebt je keuze gewoon. En dan mag je s'avonds thuiskomen. Ik ben het niet helemaal met je eens. Oh, nee joh. Ik zeg namelijk, want ik ben namelijk van mening dat als je mensen gewoon de waarheid vertelt, dan voorkom je problemen. Ja, het punt is, ga je daarbij krenkend zijn? Nee, dat hoeft toch niet? Nou oké, het hoeft niet, maar het mag wel. Tenzij. Het mag natuurlijk wel. Dus. Nee, maar tenzij je natuurlijk mensen de waarheid als krenkend ervaren. Dus ja, soms kwam jij krenkend over, terwijl je dat helemaal niet zo bedoelde. Precies, iemand kan zomaar denken van, wat is Marco toch een boerenlul, die zit zomaar dingen te beweren met in zijn arrogantie. Wat een eikel is het eigenlijk. Terwijl ik dat niet zo bedoel. Even voor de luisteraars, we praten hier momenteel ook met mij, Marco praat met mij, jullie ook luisteren. Ik word genoemd Perry Pislul. Oh, door wie? Door de ex-vriend van de vrouw wiens ik Nina, mijn dochter, haar kamer heb aangeboden. Want mijn dochter heeft de keuzes gemaakt. Op een totally peace manier, weet je, geen probleem. Ja, ik had een kamer over, dus ik heb haar die kamer gegeven. En haar ex-vriend noemt mij Perry Pislul. Ja, oké, dus dan heeft hij in ieder geval enigszins iets te compenseren, denk ik. Oh ja, waarom eigenlijk? Anders heeft hij geen reden om jou te denigreren. Toch? Nee, mag je overnieuw even zeggen. Je hebt toch een IQ van 135, dus ik mag jou uitnodigen tot een logisch gesprek. Ja, we hebben het nog steeds over het verboden boek. Nee, maar dat hij jou Puzzle noemt, dat doet hij om jou te denigreren. Toch? Anders noemt hij jou geen Puzzle. Ja. Maar dan heeft hij dus een reden nodig. In ieder geval heeft hij een dingetje waardoor hij vindt dat hij jou moet denigreren. Terug naar die geluidsman. Die geluidsman, die Marco Robinson in het andere universum. Oh, die. Die had die assistent nodig om even die lampen in te hangen. En die pislul van een assistent, die heeft gewoon de lampen omgedraaid. En dan zegt die Marco Robinson tegen die assistent, want jij bent de allergrootste pislul assistent en ik wil je eigenlijk nooit meer zien. Maar dan is die Marco Robinson alleen. En dan mag hij in zijn eentje naar de regisseur gaan. Terwijl als hij tegen die jongen zegt van, oh, wat vind ik dit vervelend. En die jongen zou vragen van, waarom? Ik heb alles goed ingehangen. Alles klopt. De 117 is in de 117 en de 133 is in de 133. Ja, het klopt allemaal. Ja, het is allemaal andersom. Alleen ze staan de verkeerde kant op. Dat is op zich geen probleem, want het kan, dan is het kwestie. Ja, maar als je die jongen uitmaakt voor pislul assistent, dan loopt hij weg.
doe ik dat dan? Nee, ik vraag aan jou of dat dogma klopt. In jouw empirische ervaring. Jij hebt jaren gewerkt in de theaterwereld. Hoe zeg je het dan? Ja, dan zeg je het zachtmoedig. Dan zeg je gewoon samen met de jongen, oké, jij bent mijn assistent. Ik heb het je misschien niet goed uitgelegd. Ja, en het had anders gemoeten. En nu heb ik geen tijd, want ik moet eerst aan de regisseur om te vertellen dat we pas later kunnen beginnen. En ik probeer er een half uur bij te lullen. Desnoods komt die regisseur maar in zijn eentje op het podium staan en die zegt er is iets misgegaan. En het publiek werkt wel zitten. Zo, nee, of we doen het zo zoals jij hebt ingehangen. Maar dat moeten we nog even met de regisseur bespreken. Ja, dat gaat er niet worden, denk ik. Nee, ik denk dat jij, je assistent, die Marco Robinson dus, ja... Ja, maar je had het ook moeilijk, want de mengtafel deed dat niet. Je had andere dingen aan je kop. Ik heb wel vaker meer dingen aan mijn kop, omdat ik met slechte technische spullen zit te werken en de boel werkt maar voor de helft. Mm-hmm. En dan moet ik ook nog maar zien hoe ik het red. Precies. En die emotie, dat is dus wat in het boek staat. Waarvan we emotie. Dat is een emotie, dat is je mind. Mm. En die voel je dan gewoon komen, van oh, straks word ik ontslagen of zo. Alles gaat meer zo. En dan word je boos en dan ga je gewoon mensen persoonlijk... En er staat dus in het boek, waarvan we de naam niet noemen, hou die woorden terug. Ja. Haal 10 keer adem. Ga in godsnaam eventjes naar buiten bij de fietsenstalling en rook een checkie en denk even na. Ja, maar je doet net alsof en weeg je kansen af. Ik ga gewoon terughouden. Je doet net alsof ik een kwaaie kikker ben. Weet ja, je. Want jij gaat tegen dat woord in. Jij zegt dat staat in een boek tussen twee kaften, dus kan het niet waar zijn. Oh, dus jij zegt dat ik overspannen word omdat ik de Bijbel ontken. Ben je overspannen? Nee, zo ken ik jou helemaal niet. Nee, dat zeg jij, dat impliceer jij. Hoezo overspannenheid? Daar heb ik het helemaal niet over gehad. Nou, jij zegt dat het feit dat ik dat boek ontken, dat zou moeten leiden tot een zekere mate van overspannenheid, want ik ben boos. Terwijl ik helemaal niet boos ben. Ik zeg gewoon van, ja, hey, je kunt mij vertellen dat Sinterklaas bestaat, maar... Oké, wat dan in dat boek staat, van als jij krenkend beledigend wordt... Dan is diegene die jou krenkend toespreekt niet in overeenstemming met het boek waarvan we de naam niet uitspreken. Bullshit. Nou, dat staat gewoon... Nee. Maar laat mij even uitspreken. Jij bent degene die gekrenkt is. En niet degene die de krenkende woorden spreekt. Nee, ik heb het over jou. Ik heb het over jou. Jij bent de krenkende. Nee. En volgens jou mag dat gewoon. Je mag gewoon wild gaan op je assistent die je niet goed had uitgelegd over Oost en West. Laat ik het zo zeggen. Of Noorden en Zuid. Ik zeg gewoon wat ik volgens mijn rechten mag zeggen. Hmm. En als jij je daardoor gekwetst voelt... Dan kan ik zeggen van oké, dus zo was het niet bedoeld. Maar het feit is dat niet het feit dat ik de woorden spreek, dat jij gekrenkt wordt, maar het feit dat ik heb een andere voor jou. Ik heb een andere voor jou. Nee, laat me even uitpraten. Maar het feit dat jij je gekrenkt voelt, is bepalend voor het feit dat jij je gekrenkt voelt. Een ander voor. Dat begrijp ik. En mij. Als jij mij Perry Pislul gaat noemen, is het afgelopen. Huh? Dat slaat nergens op. Dat is Pipi Langkous praat. Dat is Lala Tubby in Tubbyland. Of Tubbyland? Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, ik vind ja, dat is gewoon onzin, dat is kinderpraat. Ja? Nee, maar ik vind het al erg genoeg dat ik je af en toe professor Sorry Perry moet noemen. Dus, ja, precies, ja. Ingenieur Sorry Perry. Ingenieur, sorry. Ja, ingenieur. Ja, je bent ingenieur, hè? Absoluut. Ja. Ingenieur! Ja man, ik weet van chaostheorie, daar ben ik op afgestudeerd. Oh leuk, hartstikke. Van dat is niet leuk, dat is ontzettend ingewikkeld. Ah nee joh. Wel. Kwestie van een pendule in een pendule. Je geeft hem een zwiep en hoppa. Nee, zo makkelijk is dat niet. Ik heb de wet van Einstein toegepast. Oh, je hebt gerekend. De computer vooral, ja.
Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Ik deed het meta-rekenen met sinus en cosinus en tangens en verschrikkelijk. En de for next loops en de while... Ja, dat was alleen maar om de machine draaiend te houden. Ja, nou ja, nou ja, nou ja. Want je moet doorrekenen, je moet altijd doorrekenen. Maar even terug, want ik heb een ander voorbeeld. Die is me even ontschoten. Ik weet hem alweer, met voetballen. Dus jij bent de linksbuiten. En, okay. Ja, en jij, ja. Ja, ja. Jij loopt naar voren, daarmee stel jij een vraag. Ja? Dan komt er een antwoord van de rechtsbuiten. Ja? En de antwoord van die rechtsbuiten, dat is niet te halen. Ja, wat heeft wel zin. En jij hebt helemaal naar voren gehold. Je krijgt dat antwoord van die rechtsbuiten. Je was linksbuiten. Je krijgt dat antwoord van die rechtsbuiten. Ga je dan roepen over het veld. Hé, hey, Klojo. Beter schiet de volgende keer. Hè? Of niet? Of ga je nadenken over waarom die aanval niet goed ging. En dan haal je 10 keer diep adem. En dan doe je even je makkers de schouders schudden. En dan pak je hem de volgende keer. En dan het hele team werkt in 1 keer mee. Want het team heeft een fout gemaakt. Nou, so what? Maar je ziet een oplossing. En ga je daarbij woorden gebruiken als pislul. Of stomme kutneger. Of wat jij zei, apie. Hé, hey, apie. Hé, hey, vriendje. Ja. Nee, ja. Maar je snapt het toch wel. Dat, je woord maakt heel veel uit. Ja, maar dat is een kwestie van motivatie. Wat? Hoe bedoel je? Nou, hoe ga je mensen motiveren? Door ze uit te kafferen? Ja. Nou, dat is daar. Dan moet je wel hele erg sterke middelen hebben, zoals zwepen en andere martelwerktuigen, om mensen op die manier te motiveren. Ja. En dat lukt je dus op een normale manier niet, dus moet je mensen op een andere manier motiveren. Ja. Oftewel, positief motiveren. Ja. Dus niet zeggen van, hey lol, kut lol, wat heb je nou gedaan? Ja. Maar van, hey. Als je wat nou ging er mis? Als je nou de volgende keer eens zo en zo doet, dan gaat het wel goed. Zoiets, weet je wel. Kijk, en dat staat dus, mijn mede-bijbelgelovenden, de christenen dus, de echte, de oorspronkelijke, wij beschouwen dat als een axioma. Een axioma, dus iets, ietsje wat je aanneemt zonder dat je daar een bewijs voor hebt. Ja. Nee, dat is zoiets van, alles onder mijn uitgangspunt. Alles onder mijn voeten is beneden en alles boven mijn hoofd is boven. Ja, dat lijkt me nogal weer dus, ja. Ja, nou, dat is een axioma. Ja. En dan is iedereen ook zoiets van, ja, nee, dat klopt. Totdat er natuurlijk iemand komt. In het geval van Spreuken 15 vers 1 kan dat niet. Er kan niet iemand komen die zegt, je moet dat juist wel doen. Iedereen die in jouw team de e-hal is, die scheldt je helemaal verrot. Ik dacht even dat we dat boek er niet bij zouden halen. Ik heb toch niet de naam genoemd, hè? Nee, dat niet, maar je begint wel met... Ja, Spreuken 15 vers 1. In hoofdstuk... Het 15e hoofdstuk van het boek waarvan we de naam niet noemen, daarvan het eerste vers. Is dat beter naar jouw antwoord? Nee, ook niet. Oh, kut. Want dan ga ik zeggen van, ja, maar in vers zoveel van dat boek staat dat allemaal heel anders is. Ja, behalve dat jij niet weet waar dat staat. Je gaat er gewoon zonder meer vanuit. Ieder boek is kut, of een beetje kloten, of een beetje kleren. Ja, nee, maar kijk. Je behalve kunt dan, maar daar zijn we dus wel over eens. Je kunt de Bijbel van voren naar achteren lezen. Hmm. Ja, en je krijgt geen chronologisch verslag. Sinds wanneer is dat nodig? Zet jij een beetje eisen te stellen aan de consensus van de mensheid? Nee, maar... Dus de consensus... Bestaat er überhaupt een consensus onder de mensheid? Nee, maar wat ik daar dus wel mee zeg van... Ja. Bestaat... gaan we door. Waar staat... of wie gelooft... Dat boek... niet door mensen is geschreven? Er zijn mensen die zeggen, nee, het is het onvervalste woord van God. Ja, klopt. Maar dat zeggen mensen ook over de Koran. En dat zeggen mensen ook over de Bhagavad Gita. En dat zeggen mensen ook over andere boeken. Bij de Bhagavad Gita gaat het om meerdere goden. En bij de Koran gaat het over Maria-verering. En je weet dat ik
Katholicisme beschouw ik niet als geloof. Katholicisme beschouw ik als een politieke beweging die Geert Wilders betaalt. En als jij dat over één kam wil scheren, dan ja, Perry, maar jij betaalt ook Geert Wilders, want je wilt graag dat dat Geert Wilders, dat we ruzie krijgen met de Marokkanen. Nee! Engels. Nou zit je om alweer moorden in de mond te leggen. Hm. Ja? Doe maar. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg het lijkt er wel op. In mijn optiek lijkt het erop. Ja, maar dat is jouw paranoïde geest. Daar kan ik niets aan doen. Oh, het is fijn dat je mij even... Dit is persoonlijk beledigend grof, meneer professor Dr. Mark Robinson. Hoezo heb ik een paranoïde geest? Ja, dat blijkt. Ik ben alleen maar bang voor God. Oh. Dacht je dat ik bang ben voor Geert Wilders of voor jou? Dacht je dat ik bang was voor die kerel die me laatst van 23, kerel van 23 die mijn pet voor mijn kop wilde rammen? Denk je dat ik daar bang voor ben? Denk je dat je mij moet beschermen? Nee. Denk je dat ik bang ben voor die vrouw wie ik hier een kamer heb aangeboden? En die ex-vriend van haar? Ik ben er helemaal niet bang voor, jongen. Maar ik vind het totaal overbodig. Ik vind het totaal overbodig als jij gewoon onnodig klappen oploopt. Omdat jij weer eens een keertje zo fanatiek met jouw persoonlijkheid aan het... Ik vind het hoog, aan het ventileren bent. Ik vind het hoogmoedig van jou dat je dat denkt. Ja, maar ik ben heel hoogmoedig. Ja, dat is niet al per se een goede... Ik ben nog niet zo hoogmoedig als jij, maar... Hallo! Ik ben hoogmoedig. Ben ik fucking hoogmoedig? Ik zit hier in een kutfletje. Met belastingaanslag, formulieren, de accountant in mijn nek en ik ben hoogmoedig. Die vakantie die ik heb met die vriendin. Ik hoogmoedig ben. Ik had niet eens een auto, man. Ik moest een taxi terugbetalen. En die taxichauffeur, dat was een vrouw. Ik ben er helemaal niet hoogmoedig. Zou zijn geweest, zou je niet op deze manier gereageerd hebben. Als ik wat? Als jij niet hoogmoedig zou zijn geweest, zou je niet op deze manier gereageerd hebben. Zo ben ik. Omdat je dan niet te beledigen zou zijn. En jij voelt je beledigd, want hoe durf ik dat te zeggen? Dat jij hoogmoedig bent. Haha. En jij gaat dan ook nog zo reageren van... En hoe kom je erbij dat ik hoogmoedig ben? Ja, precies, daar heb je gelijk. Want er wordt altijd tegen mij gezegd... Waardoor je je hoogmoedigheid laat blijken, weet je wel. Er wordt altijd tegen mij gezegd... Perry, jij hebt altijd de beste ideeën. Daar moet je een keer mee ophouden. Dat zeggen ze ook tegen de neef van Jet Clampton. Dus ja. En die heeft wie? De lagere school gehaald. Hè? Die heeft er 12 jaar over gedaan. Ja, tegen mij. Ik heb dan... maar goed. Ik ben het echt beu geworden. Ik ben erudiet. Ik heb mijn boeken echt gelezen. We hebben net de inhoudsopgave gedaan van de inleiding van de metafysica. Ik heb dat boek van kaf tot kaf gelezen en nog een keer. Ik weet waar het over gaat. Heb je het ook andere kant op gelezen? Is dat nodig? Nou, dat weet ik niet. Jij hebt er nog nooit een pagina van gelezen. Nee, maar kijk, ik heb de Bijbel van kaf tot kaf gelezen. Hoe vaak? Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik weet dat in vers... Jij hebt trouwens de regel overtreden. Want je hebt het voor. Oh ja, shit. Nee. Laten we dan even eerlijk wijzen. Hebben we allebei een keertje de regel overtreden? Ik zou het er niet over hebben. Maar ik had het over dat ene boek van... Ik heb niet de naam van het boek genoemd. Nee, maar dat andere boek dat klopt ook niet. En trouwens, dat andere boek dat klopt ook niet. Dus, ik heb nog een heel leuk boek hier. Dat klopt volgens jou ook niet, hè? Oh, ook. Ja, want ieder boek klopt toch niet? Is dat misschien een boek van... Natuurlijk mag ik het daar ook niet over hebben. Van ene Erik van Deniken. Ach nee, die heb ik hier ook in de kast staan. Wat? Waren de goden cosmonauten? Ja, die kan ik ook pakken. Kijk. En natuurlijk heb je dat als vulling voor je boekenkast. Nee. Dat bewaar ik. Ik heb mijn boeken... Je gaat zeggen dat je hem nog serieus neemt ook? Als fenomeen, ja. Ja, aan mijn kind ooit duidelijk te maken. Kijk, zo stom kunnen mensen denken. Er is geen grens aan de menselijke stomheid.
Ja, dat moet, het is ook verschrikkelijk, want je moet er rekening mee houden. Want Nina moet eerst zwanger worden en dan moet ze in staat zijn dat, en dan daarna, weet je wel, dan gaan ze bij mij begrijpen, Nina, er is geen grens aan de menselijke stomheid. Ik zou je zeggen dat Nina... En Erik van Deneke is daar het gesneden beeld van, om jouw woorden maar te gebruiken. Volgens mij is het zo dat Nina zelf bepaalt of en wanneer ze zwanger wordt. Dat het niet aan jou is om te zeggen dat ze dat moet. Nee, precies. Precies, ja. Nou, dat is aan haar om dat te bepalen. Ja, of en ik heb dus verstand van speltheorie. Dus je wil allemaal overleven, toch? Maar je wil niet als bejaarde doodgaan terwijl je verzorgd wordt door de luiervervangrobot. Want dat gaat wel eens mis, hè? Dan hebben ze een nieuwe versie van Windows Huppeltje Pup geïnstalleerd. En in plaats dat je luier vervangen wordt, heb je ook een anusamputatie. Ja, nee. En al die andere bejaarden liggen allemaal te wachten met een vieze luier. Er is een bepaalde mate van doorgang der mensheid nodig. Ja, of jij moet bereid zijn. Dat kan jij ook doen, jongen. Dan laat jij je gewoon door een luier robot verscholen. En dan dank je die luier robot dat hij ook nog die laatste drol uit je halverwege je dikke darm verwijdert. Kan ik nog grover overkomen? Nou, maar je hebt het helemaal niet door, hè? Nee, absoluut niet. Jij verwijt mij continu het feit dat ik door jou heen zit te lullen. Mm. Terwijl het de werkelijkheid is... Ik irriteer dat me jij door mij heen zit te lullen. Ja, ga het maar controleren. Jij gaat met mij een gesprek aan, maar je geeft mij geen microfoontijd. Want elke keer als ik wat zeg, laat je me niet uitspreken. Omdat ik zodra ik één of twee woorden heb gezegd, ja, ga je er al tegenin. Oké. Okay. Man, je lijkt mij wel. Oké, het zit nu op 7:45 en dan mag jij even gaan beginnen. Ja, nu mag je beginnen, want ik ga beginnen, begin jij maar. Ik heb nog een boek. Waar moet ik mee beginnen dan? Nou, mij af te zeiken ofzo. Oh ja, daar heb ik wat aan. Moet ik een lulletje rozenwater afzeiken? Kijk, dat klinkt echt jongen, jongen. Ik bedoel, wat denk je nou wel? Ik denk dat ik niet in staat ben om te gaan met vrouwen. Maar dat moet ik bijna lachen. Ja. Nee, maar ik heb ook niet het idee dat jij dat kan trouwens. Nee, maar dat is zelfkritiek en dat is goed. Nou, dankjewel. Nou, dat boek van die... Oké, je hebt nog steeds twee minuten. Je moet er niet op zitten wachten dat ik je ga lopen afzeiken. Kom op zeg. Tot op zekere hoogte stel ik dat op prijs. Dat is wel zo zielig als je daarop gaat zitten wachten dat iemand je gaat lopen afzeiken zeg. Kom op. Ik heb een nieuw boek gekocht. Heb ik nieuw? Totaal nieuw. Worden die dingen nog gemaakt? Ja, €12,50 kosten. Wat zijn die dingen duur, man? Ja, man. Maar het gaat wel over een boek. Maar daar krijg je wel wat voor. Een heel dik pak papier. Oh, dit gaat over hoeveel pagina's? Even kijken. Nou ja, Dit zijn de noten. Oh, 138. 138. Dat heb je zo uit. Hoorde ik daar wat over noten? Is het zo? Nou, ik kwam gisteren iets tegen. Over noten gesproken. Dat was... ik was even op de site van de Plus. Supermarkt. Ja. En die hadden een waarschuwing. Uh-huh. Dat zij in hun winkel een product hadden. Uh-huh. Een product met satésaus. Oh. En er stond per ongeluk op dat er noten in de verpakking zaten. Pinda's zijn toch noten? Nee, dat zijn geen noten, maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, okay, gaan we door. Ja. En dat zei dus, waarschuwing, als je een pinda-allergie hebt, eet dan geen satésaus. Wacht even, je had net over noten en pinda's, maar een pinda-allergie. Dus los van de notenallergie heb je ook een pinda-allergie. Mensen hebben, nou notenallergieën hebben zo niet zoveel mensen last van. Oh. Tenzij natuurlijk die noten in de fabriek worden gemaakt waar ook pinda's worden behandeld. En dat staat altijd op de verpakking. Dus, noten en pinda's zijn verschillende dingen. Waarom is dat eigenlijk? Noten. Nou, okay. Omdat pinda's is volgens mij een peulvrucht of zo. Een noten, dat is heel duidelijk, dat is een bepaald soort vrucht. Zoals een kastanje,
is volgens mij dan wel weer een noot. Ah, peulvrucht is ook een vrucht. Dus de peulvruchten, noten, pinda's, allemaal vruchten. Ja. Het is zonder meer een vrucht. Ik voel nu gelijk een bijbeltekst in me opkomen. Nee, maar die zal... Oh, ik heb het woord gesproken. Oh, oh ja, nou ja. Als je wil we moeten eigenlijk gewoon gaan turven. Degene die het meeste turfjes heeft, die moet een rondje betalen. Ja, jij moet de pijn. Ja. Dat is eentje die krijg je dan gratis, hè? Ja. Ja, ga door. Net zoiets als dat bananenbessen zijn, bijvoorbeeld. En bosbessen... Zijn het bosbessen die geen bessen zijn? Ja, dat is net zoiets als een uitgewerkte prostituee is de beste sekspartner. Oh nee, een aardbei is geen bes. Een aardbei maar, is een schijnvrucht. Ja, een aardbei is een schijnvrucht. Ja, precies. Ja, is helemaal geen vrucht. Nee, is geen vrucht. Dus is ook geen bes. Nee. Het heet officieel schijnvrucht. Ja, ik ben ook die... Ja? Ik ben op die universiteit geweest, de landbouwhogeschool. Ik vind het heel vervelend dat ze de landbouwhogeschool hebben omgedoopt in de landbouwuniversiteit. Want de LH, dat klonk nog ergens na, maar de LU... Hey, ik ga toch niet bij je familie vertellen, want ik studeer bij de LU. Nou, weet je... Om het maar te zwijgen over de katholieke universiteit Tilburg. Ja. Die heet trouwens Katholieke Universiteit Brabant. Ja, maar het is de katholieke. Universiteit Tilburg, ik weet het. Ik bedoel, ik heb die strips vroeger ook gelezen van die gast die op de lagere uitgeese lampenschool zat. Oftewel, de Allianz. Ik ga het niet voorlezen, maar dit is van Arthur Schopenhauer. Het zal je aanspreken. Ik heb het nog niet gelezen. De €12,50 voor betaald. En de titel is... Het nut van vrome leugens. En dan de subtitel is over godsdienst. Dat klinkt alsof hij wel een beetje sceptisch is. Vrome leugens. Ja. Over hypocrisie dus eigenlijk. Dat weet je nog niet. Je mag liegen als je mensen daarmee in het geloof brengt. Oh, dat doet hier, mij zo. Ik zal je even voorlezen de inhoudsopgave. Die is heel kort. Inleiding. Dat is 1. 2. Dat is het eerste hoofdstuk. Over de metafysische behoefte van de mens. Dan 3. Dat is 2 eigenlijk. Dat is het tweede hoofdstuk. Over godsdienst. Wacht even. Terugkomend op hoofdstuk 1. Hmm. Dan moet je wel eerst het andere boek gelezen hebben. Over wat metafysica is. Lijkt me wel, ja. Want anders kun je dit boek niet lezen. Dan zit je meteen al aan hoofdstuk 1 en dan denk je van... Nee, hier begrijp ik geen zoden meer van. Dus je moet wel even meegaan in die gedachte om ook weer mee te gaan in deze gedachte. Ja, maar Arthur Schopenhauer was way long dood voordat... Ja, sorry dat ik het Engels ga. De metafysica is van Aristoteles. Dat is 300 jaar voor onze jaartelling. Ongeveer pak een beet. Metafysica is een behoefte van de mens. En het is dus al, die had het dus al over meerdere fysica, meerdere natuurkunden. Nee, metafysica gaat over de fysica. Ja, maar dat je kan verzinnen wat je wil. Snaartheorie, kwantummechanica, relativiteitstheorie, gewauwel in de ruimte. En waar gaat het gewauwel over? En daar gaat de metafysica over. En de metafysica is geen spat veranderd. Ja, hou nog even het woordenboek erbij wat meta betekent. Pakken we bij. Heb je een woordenboek bij de hand? Ik heb geen woordenboek bij de hand. Nou, pak het. Ik kan Google bij de hand pakken. Ja, dat doe ik ook wel. Even voor de kijkeraars. We gaan het niet nog een keer over Meta de Vries hebben, om het zo maar te zeggen. Nee, we hebben het gewoon over metafysica. Meta, fysica. Wat betekent meta ook alweer? Meer? Kijk hoor, metafysica, dan moet ik met een i krijgen. Metafysica. Hoppakee, ik heb het een Wikipedia erbij. Ja, zeggen zij erover. Wikipedia zegt metafysica... is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt,
zoals ze ons gegeven wordt, uit zintuigelijke waarneming. Geen fysica dus. Huh? Geen fysica. Klopt, ja. Ja, gewoon. Want als je mij uit het laat, de zin het nog niet af. Dus, ik lees hem opnieuw voor, hè. Pak hem op het begin. Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuigelijke waarneming, tussen haakjes fysica, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Dus, en die werkelijkheid, dat is de objectieve werkelijkheid of de harde werkelijkheid, hè? Ja, nee, dat is de fysica. Dat is de fysica? Dat is de harde werkelijkheid. En wat haar constitueert. Waar het uit bestaat. Nee, wat haar vormt. Wat, ja. Houdt de wat houdt de fysica in stand? Ja, waarom is er fysica? Waarom zijn er ganzen en meeuwen en muggen? Waarom, als ik jou een steen voor je kop gooi, doet het pijn? Als bij jou dan, als het een tegenkomt. Fysica, ja. Als je het ooit doet, dan kom ik op die aan. Hè? Ja, nee, maar ik wil ook alleen maar iets zeggen van... Pas op, hè. Ik heb toegang tot een speeddealer. En ik hoef hem maar te bellen. Dan heb ik een tientje speed, man, voor 100 gram. 100 gram? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat ik een beetje onderhoud. Dat is rotzooi zeker. Maar eerste hand. En dan de tweede is over godsdienst. Oh, nee, ja. Nee, ja. Ja, ja. Gaat hij daar een beetje kritisch over zijn? Of, Ja, natuurlijk. Oh, nee, dan is het goed. Enkele woorden over het pantheïsme. Pantheïsme. Ja. Vertel even aan de kijkeraars wat dat betekent. Nou, je hebt polytheïsme. Wat polytheïsme? Wat betekent polytheïsme? Meer godendom. Oké, okay, en wat is pantheïsme? Dat betekent dus dat je hebt een Zeus, je hebt een Apollo, je hebt een die hele Griekse reutemeteut bij elkaar, of die Indiaanse godsdienst. Hoewel Indiaanse godsdienst kun je ook weer verdedigen dat het toch een monotheïstische godsdienst is. Hè, omdat ze wel een oppergod hebben en een heleboel halfgoden. Maar ja, goed, dat is dus weer het verschil. En wat is een... Even terug. De Hindoestanisme heeft een hoofdgod? Ja. Hoe heet die? Vishnu of Mahavishnu of Vishnu, hoe noemen we wel. Ja. Vishnu, Vishnu. Ja. Of Mahavishnu, die is eigenlijk nog groter dan Vishnu. Want Vishnu is maar verantwoordelijk voor dit universum. En Mahavishnu is verantwoordelijk voor vele universums. Universa. Ja, nou ja. Mag in het Nederlands allebei geloof ik. Dat denk ik ook, ja. Ja. Want wat dan niet kan... He, als je het hebt van, het circus komt in de stad binnen. Maar er komen er twee. Dan zijn er twee circussen. Mm. En niet twee circa. Klopt. Ja, nou, je moet het wel even uit elkaar halen. Ere wie ere toekomt. Ja. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar... Uh-huh. Het zal waarschijnlijk wel. Ik zei gisteren nog... Als je niet weet dat een olifant een slurf heeft, aha, en er komt een olifantje stad binnen, aha, dan denk je van, wat een stad van raar bezig met twee van die staarten. Mm-hmm. Ik weet niet wat dit bijdraagt aan ons gesprek, maar ik moest het toch even kwijt. Laat me even op jouw manier reageren. Tell me, said the elephant. Is dat mijn manier? Ja. Nee, toch? Jij houdt ook van het nummer van Kamal. Ah, Kameel, man. Kameel die over een olifant zingt. Ik heb zelf niks met dieren. Ik begin er steeds meer afscheid van te nemen. Behalve pitbull terriers. Pitbull terriers? Ja, die vind ik echt... Oh man, die kruipen bij mij in bed en die gaan mijn voeten likken, mijn oren likken. Daar krijg ik rugmassage van. Dat zijn tenminste lieve honden. Niet los, hè. Die laten je gewoon niet los. Nee, die blijven altijd bij je. Nee. Als zij gewoon ergens hun tanden ingezet hebben, dan laten ze het gewoon niet los. Maar ook in hun hart niet, hè? Want het... Nee, dat zijn schatjes. Ah, echt hele lieve dieren, man. Ja, je moet er alleen voor zorgen dat ze niet hun tanden inzetten, want dan laten ze het niet meer los.
die pitbull terrier, die, ja, ik heb dan een reu onder mijn hoede gehad. Ja, die wil alleen maar pitbull dames. Die is op zoek naar pitbull dames. Maar volgens mij niet alleen pitbull dames. Volgens mij zijn elke vrouwtje zonder goed. Ja, maar als je een pitbull, een terrier, nee, een tackle, sorry voor mijn verspreking. Een pitbull tackle. Ja, ik weet het niet, hoor. Ik lijk me ideale honden. Een pitbull tackle. Ah. Al die andere honden, die gaan aan de kant. Ja, ze komen vandaag aanvallen, ja. Ben jij trouwens voor diversiteit, dat wij allemaal gaan neuken met negroïden, voor zover je nog neukbaar in de neukbare leeftijd zit, dat we zoveel mogelijk mensen moeten neuken van andere, ja, net als tackles en pitbulls, weet je wel? Moeten we echt mixen? Nou, wat vind jij? Ja, weet je, je moet gewoon neuken wat je lekker vindt. En je niet zeggen van, ja, jij bent een blanke man, dus jij moet nu met een zwarte vrouw gaan neuken. Ja, maar ik word helemaal niet geil van zwarte vrouwen. Mm-hmm. Ja, maar je moet er toch mee neuken, want anders, ben je sociaal, anders ben je sociaal onacceptabel. Ja. Nou, zeg. Ik bedoel, ik heb Brave New World gelezen, daar gaat het ongeveer zo. Mm-hmm. En ik vind dat totale onzin. Kijk, als jij een vrouw tegenkomt die een andere huidskleur heeft en je denkt van, oh, dat is geil, daar wil ik het wel mee doen, of daar wil ik misschien wel mijn hele leven mee doen, hartstikke mooi. Maar als je dat niet hebt en je hebt gewoon een gewoon net als blanke man een andere blanke vrouw of een zwarte een andere zwarte vrouw en je bent daar gelukkig mee, wees er gelukkig mee, alsjeblieft. Want huidskleur is bullshit. Precies. Tenminste, als kwalitatief oordeel. Het is wel zo dat ik met de moeder van mijn dochter echt een ontzettende moeite had om haar familie goed te leren kennen. Ze praten zo verwarrend en zo. Ze was dan weliswaar blank, maar achteraf denk ik van, ik snapte er helemaal niks van. Nee, maar dan zie je dus dat het niet gaat om de huidskleur. Nee, helemaal niet. Het gaat erom of je enigszins kunt communiceren met mensen. Ja, klopt. That's it. En de rest is alleen maar uiterlijkheid. Moet ik natuurlijk wel zeggen. Ik moet wel gelijk denken aan een bijbeltekst. Maar jij hebt... Ja, misschien is het gewoon jammer dat jij... Oh, sorry. Nee. Oh, 2-2. Oh, kom op, ik wil streepjes bijhouden. Ja, 2-2. Ja, dat moest ik toch even gezegd hebben. Ja. En je weet, ik heb je er eentje cadeau gegeven. Hè? Ah, dankjewel. Maar het is nou 2-2. Ja. We are even, ja. We zouden het er niet meer over hebben, over het boek. Dat was de afspraak, ja. Ja. Dan ga ik er ook niet over pissen. Ja. Ik bedoel, ga ik er ook niet over zeiken. Ja. Ja, nee, ja. Dat is ook zonde van papier. Trouwens, even over metafysica. Hier staat op Wikipedia. Oorspronkelijk betekende de term, dus metafysica, en een dubbele punt. Wat na de natuur, fysica dus, tussen haakjes, komt. Dat wat na de natuur komt. Hoe was het ook weer met meta? Niet met meta de pis, maar... Meta de pis, ja, meta de... We gaan afronden. We zijn nog geen 3 uur bezig, man. Maar dit uur moeten we even stilte houden. Oké, 1 minuut stilte. Precies, ja. Uit respect voor... De doden. Oh, die... Daar mag je geen respect voor. Dat heeft geen enkele zin. Het is wel fijn om geen hekel te hebben aan degene die overleden is en waarvan je nog €19.000 kreeg. Oh, die. Daar word je niet blij van. Dan denk je. Ja. Ah, denk je lelijke woord dinges. Maar goed, ik ga even afsluiten. Oorspronkelijk betekende de term wat na de natuur komt.
gebaseerd op werken van Aristoteles, want daar gaat het om, de leraar van Plato. Die volgden op zijn fysica. Wacht, nee, Plato was de leraar van Aristoteles. Ik zeg het verkeerd om. Aristoteles was de leraar van Alexander de Grote. Nee, hartstikke fijn dat jullie naar deze uitzending over het geloof hebben willen luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. Je maakt het wel weer heel erg verwarrend hoor. Stilte, kan ik knippen? Nee, niet, natuurlijk niet. Te verwarrend, denk je dat? Ja, dat einde was een beetje verwarrend. Alsof je zelf niet wist waar je het over had. Ik had het fout met Aristoteles en die precies. Leraarschap. Aristoteraai. De leraar van Alexander de Grote. Maar even over meta, metafysisch. Ja. Volgens mij betekent meta gewoon veel. Oké, ik ga hem opzoeken. Het betekent niet dat het een hogere natuurkunde is. In ieder geval. Het gaat over de natuurkunde. Ja, het leunt een beetje tegen de meerdere universa, het multiversum aan, om het zo maar te zeggen. Aha. Van dat er meerdere mogelijkheden zijn dan deze. Aha. Ik heb nou translate.google aanstaan. En vanuit het Grieks, meta op zijn Grieks, in het Nederlands is dat N-A. Metamorfose, dat is een woord waar meta in voorkomt. Valt me in de reden. Ja, dat weet ik. Op zijn Grieks is meta in het Nederlands na. Oké, metamorfose. Na de vorm dus. Nee, morfose is vorm. Na de vorm. Nee, morfose is het ontstaan van de vorm. Volgens mij is het namelijk de meervormigheid. Maar ik ga het gewoon even. Of verandering van vorm. Ja, het is gewoon een dat moet nog een beter zijn. En dan heb ik ook nog een Arnhemse graficus die daar ook mee bezig was. Fuck. Metamorfose, ja precies. Wat is metamorfose? Dat is omvorming, geloof ik. Oké, dus metafysica is na de omvorming. Nee, dat is om natuurkunde. Ja, precies. Ja, dat is... Mijn Mac begint vast te lopen. Ja, nee, maar dat heb je ook met astrologie en astronomie. Ik bedoel, wat is nou astrologie? Is astrologie nou een wetenschap? En zo niet, ja? Waarom is biologie dan wel een wetenschap? Dan lopen de biologen ook alleen maar een beetje uit de nek te lullen. Ik denk dat er zoiets bestaat als de waarheid die naar boven zal komen. En een onderdeel van de waarheid is dat wij respectvol om moeten gaan met elkaar. Maar als ik je nou zeg dat er maar één waarheid bestaat. Dat zeg ik ook. En dat elk aspect van die waarheid een leuke is. Een logoi. Dan ga ik met je mee. Oké, ik sluit deze af, want mijn Mac gaat echt ontzettend vastlopen. Je mag blij zijn als ik dit weet te zeven, man. Hey, lieve luisteraars, op zijn Hamburg zeg ik heel snel tjus en dag lievers. We gaan de Ruud. Oh fuck, hij is echt vastgelopen. Kreeg je wat? Ja, hij is echt vastgelopen. Ah, hij is goed, man. Nee, ja, dat is een beetje jammer. Omdat we al meer dan 2,5 uur aan het lullen zijn. Ik denk dat mijn harde schijf vol zit, ja. Ja, hij dus... Totaal, helemaal... Nee, maar gewoon wissen, joh. Gewoon wissen. Vind ik een goed plan. Doe hem gewoon opnieuw. Ja. We hebben gewoon geoefend. Ja, zo is dat. In der Übung kent zich der Meister. Zo is dat. Ja. Dat is immer waar. Was sich räumt, is ook waar. Ja. Das hat der Pumuckl gesagt. Dus jij gelooft dus wel in waarheid. Dat weet ik ook wel. Nee, ik geloof in Pumuckl. Wat dan? Pumuckl. Die zegt, alles wat zich ruimt is waar.
Ja, wat rijmt met de werkelijkheid. Wat gelijkvormig is. De waarheid is dat wat gelijkvormig ja, is dat met is, dat wat... echt, dat mijn muis helemaal kapot. Oh, wat erg is dit. Gaat je hele apparatuur dan naar de kloot omdat je met mij zit te praten? Ik denk het wel, ja. Oh, wat een reboot, ik man. Echt. Ik wist niet dat ik zo'n invloed had. Echt erg. Tjonge, jonge man. Ik dus dacht dat ik met... Ik dacht dat ik met antieke spullen aan het werken was. Maar het schijnt dat jij nog veel antiekere spullen hebt dan ik. Ja, wrijf het er even in. Dit is leuk. Oh, ja. Shit, hoe kan dat nou? Ik wil hem wel saven. En mijn Skype loopt nog door. Ja, de Skype loopt hem gewoon door. Bij mij ook. Geen probleem. Dat is eigenlijk best wel gek. En mijn Mac is helemaal dood. Nee, maar als jij zegt dat je Mac is vastgelopen, aha, dan denk ik, ja, maar de Skype loopt door. Wacht even, zo, save. Ik heb hier een nieuwe reactie. Nee, nog steeds niet. Oké, dan ga ik nou escape. Maar de Skype loopt nog steeds door, dat vind ik dan wel weer gek. En als je de computer had gereset, ja, maar dan heb ik Hadden we nu geen contact meer gehad. Precies, ja. En dus, nou kijken of ik nou bij die knop kan. Ik heb van alles down gegooid. Kijk hoor, dan moet ik gewoon helemaal down. En dan... Ja, je gaat wegmaken hoor. Als dit goed gaat, ben je dood. Oké. Okay. Het gaat niet goed. Ik leef ook nog steeds. Ik bedoel het sowieso. zelfs jij contact kwijt bent, dan leef ik nog steeds hoor. Kijk hoor. Want zo makkelijk ben ik niet dood te krijgen. Een computermoord? Nee. Oh, die was een moeskeef kwijt trouwens. Ik heb je weer in beeld. Oké. Okay. Nou, lieve luisteraars, op de Hamburg zeg ik heel snel voordat mijn hele computer vastloopt. En Marco blijft nog even aan de lijn hangen. En ik zeg op zijn hamburgers dus, tjus en dag liefers. Shit, dat weer niet.